Even hier. Mijn kogels gingen allemaal over je heen. Yo dames en heren, ik ben Tobof en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Counter-Strike Global Offensive. En nee, ik ben vandaag niet alleen, ik ben hier samen met... Ja, Jesse man. Jee, gezellig. We gaan lekker potje spelen, dus ik zou zeggen, laten we naar Counter-Strike Global Offensive gaan. Ja, kan je wel voor gauw uitleggen hoe dit potje werkt, als het nog warm up. Je moet even de terroristen joinen. Yo. Het is als het goed is, is het gewoon hetzelfde. Je hebt hier allemaal wapens die je kan pakken. En ja. In het begin staat hier een muur. Dus je kan even een wapen pakken en dan kan je hier achter dekking zoeken. En ik sta aan de andere kant. Dus daar is het goed gewoon een half uur van. Ik heb het een keer op YouTube gezien. Ja, ja, succes man. Hey, succes. Het spel is begonnen. Oeh, ik ben benieuwd jongens. Oh, ik hoor een is goed. Oh, was dit een headshot? Nee, dat was... Ja, je had één headshot op me. Ah. Ik vind dit wapen eigenlijk best wel chill. Oeh, mooi. Mooi. Oh, je bent echt snel, man. Ja, ik speel dit spel echt heel lang. Zijn er geen snipers? Nee, in dit, deze map niet. We kunnen zo wel een map doen met snipers als je wil. Ja, doen we hierna misschien wel. Echt, ik heb geen idee hoe ik jou moet inmaken. Ah, maar ik speel dit spel echt al heel lang. Oeh, spannend. Ik ga echt gillen zo, dacht ik. Zo, hé. Niet normaal, man. Ik zie jou niet, jongen. Oh! Hoeveel HP? Ik had voor mij 5 HP. Je had echt een headshot op me. Oh, oké, okay. AK is een one-shot headshot, de M4 niet. Nee. Oh, echt? Je hebt van die sneaky plekken, man. Je mag ook gewoon een beetje bewegen dan. Ja, ik was echt aan het bewegen, ja. Je kan echt duidelijk zien dat jij veel beter bent. Nou, nee, jongen. Oh! Oh, zo. Zo, hé. Oké, okay, dat was een mooi schot. Dankjewel. Je gaat me echt laten schrikken, zo. Ik echt niet waar je bent. Boom! Zou je had mijn oog gezien. Nee, ik zag je echt net. Oké. Nou, GG. 8-2. Ja, GG. Ik probeer mijn record te verbeteren. We kunnen deze map nu nog een keer doen. Of we kunnen een andere map opstarten. Maakt mij helemaal niet uit. Ja, als je met de Alp wil doen en zo, dan moeten we een andere map opstarten. Ja, is goed. Oké, dan Oké, jongens, wij zijn hier aangekomen bij de sniperronde. Oeh. Waar zijn we? Ja, we zijn in Alp Ice. Oh, zo, ik zag je, jongen. Zo. Dit is toch de warm-up, hè? Ja, oké. Gelukkig wel. Oeh, ja. Kijk eens achter je. Oh nee, dat meen je niet. Oh. Wauw. Waar ben je? Oh, daar ben je. Ik ben een noob, jongen. Oké, 360 no-scope. Oh. Oké, succes jongen. Succes. Oh, jongen.
Mooi, ja. Mooi, mooi. Dankjewel. 1-0 voor jou. Dit gaat weer tot de 7 rondes, dus. Oh, oké. Okay. Dus ik heb nog een beetje kans. Nou ja, best wel wat hoor. Nee, ik ben zelf niet persoonlijk niet heel goed met sniper zelf. Nou, ik al helemaal niet met schietspellen. Maar als je... Ben je al level 3? Of hoger? Geen idee. Ik kan nog geen competitieve spelen in ieder geval. Ja, als je level 3 bent, kun je competitive spelen. En dat is wel heel erg leuk. Oké. Ik zal mijn best doen. Ja, dan moet je echt heel veel deathmatch gaan spelen. Dat is een beetje vervelend af en toe. Maar ja, daarna, het is het wel waard. Oké. Oh, mijn eerste kill! Je had me gewoon, man. Ja, die was mooi. Had ik niet verwacht. Oeh, spannend. Wat? Wat ben je? Ik zie jou gewoon niet. Oh, wow! Echt waar, jongen. Oh, man. Nou ja, man. Als je gewoon Counter-Strike voor de lol speelt, ja, ik vind het wel leuk. Zo af en toe een beetje 1v1 met mijn vrienden. Oh. Ik zag je. Ik ben echt blij dat je had gemist. Oh, wat? Ik kan wel zeggen vlak naast je. Oeh. Ja, ik weet dat je nooit moet mikken zonder scope. Maar toch heb ik het gedaan. Wow. Ja, dat deed ik ook. Ik heb je zo gekild. Ik vind het wel grappig om te no-scopen. Oh, je hebt me geraakt, man. Echt? Ik ben 14 HP. Oh. Oh, 2 AP! Hup. Wiee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 
Oh. Oh, ik ben boven. Oh man. Het is echt gewoon voor mij bijna onmogelijk. Ja man, maar ik vind het wel leuk alsnog. Ja, zeker, zeker. Ik zag jou. Ik zie jou. Wauw. Ik ga een nieuwe tactiek bedenken, Jesse. Ja, is goed. Ook al gaat het waarschijnlijk niet werken. Move it, move it. Heb jij trouwens een surround sound headset? Ja, volgens mij wel. Ja, want dan kan je me horen aankomen. Ja. Oh. Ik mis 2 keer, ik ben zo'n grote noob. Wow. Gas. Hoppa, je hebt me geraakt. Ja, ik zag het. Ik mis je gewoon allemaal, jongen. Echt waar. Jij hebt 200 gewonnen, ik 0. GG. Ja, maar je hebt nog 1 ronde, hè? Misschien? Ja, misschien, maar zoals het er nu uit ziet, 7-1 voor mij tegen. Zie ik niet veel goed zien. Kikkeboe. Oh.
Oké, dit is weer awkward. Oh, je hebt me gewoon. Ja, maar jij gaat nu echt gewoon speciaal voor mij gewoon echt springen. Oh, het is wel aardig, dat wel. Maar ga niks maken. Spannend. Oh. Je schiet al meteen voordat ik het merk dat je daar staat, echt waar. Ja, maar als ik zie jou erachter vandaan komen en dan is het gewoon Ja. automatisme om gelijk. Geniaal. Geniaal. Wil je deze map nog een keer doen? Of Ja, is goed, gewoon nog een keer. blijf je hangen in dat scherm van terroristen dat je kan kiezen? Ja. Oh, dan moet je even escape doen en choose team en dan weer op terroristen drukken. Oké. Ja, dank je. Is dat een bug in het spel dan? Ja, bij als je zelf maps gebruikt, dan Oh ja. inderdaad. Heb Ik ik je miste. geraakt? Ja, ik ben 11 HP. Ik zag bloed. Ik wou gewoon even kijken of waar je staat. Oh mijn god. Ik wist ook niet dat je daar ging kijken, maar ik dacht gewoon als je aan die ene kant keek, ga je niet aan de andere kant kijken. Ja, slim. Ja, slim. Wat gaat er gebeuren, jongens? Ik heb geen idee. Echt waar? Ik dacht, ik heb je eindelijk in de smiezen. Ik zag jou kijken. wat kan ik hier nog doen? Nou, we hebben gewoon nog. Ja, zeker, zeker. We hebben heel veel rondes. Zo. En Leuk. niet in de tunnel gaan staan, hè? Headshot! Ah. Dat was gewoon echt zo lucky, Jona. Ik dacht echt dat je nog in die tunnel zat. Oh, oké. Ik zag je daar kijken, maar je was er al weg. Ja. Oké, eerste kill van dit potje voor mij. Ah, dat is mooi. Je bent echt snel, man. Echt waar. Ja, dankjewel. Heb je al goede cijfers gehad voor die PTA's? Oh ja, ik heb een heleboel cijfers. Ik heb al 4 cijfers voor biologie gehad. Allemaal minimaal voldoende. Dus ik ben er hartstikke blij mee. En ja, wiskunde. Ah, dat is mooi. Jij doet nu wiskunde A, toch? Ja, ik heb nu wiskunde A. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat wil je een beetje iets mee gaan doen? Biotech? Ja, zeg maar biologie met computers, DNA, onderzoek. Dat lijkt mij tenminste nog leuk. Dat is wel interessant, ja. En als dat niet kan, was een headshot trouwens, dan Ja. iets met computers programmeren of dat soort dingen. Dat is wel gaaf. Wat wil jij dan graag laten doen? Ik wil ook iets met programmeren gaan doen. Niet eens eigenlijk uit wat. Gewoon. Ja, software of meer game design, dat heb je trouwens ook aan. Ja, ik ga denk meer voor software engineering. Ja, daar had ik ook onlangs naar gekeken. Dat is echt grappig, man. Ja, het lijkt me wel cool. Oh. Oh. Ja, ik dacht echt wel. Oh. En ga jij dan via de HBO of ga je via VWO? HBO. Ja, ik ook. Ik ben blijven zitten, hè, dat weet je toch? Ja, weet ik. Maar dan kan je alsnog via de HAVO naar VWO. Ja, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik Nee. denk gewoon HBO. Ja, en als je naar VWO gaat, dan moet je volgens mij ook een vreemde taal extra bijnemen, toch? Ja. Ja, daar heb ik Zoiets. ook niet zo zin in. Spannend potje trouwens. Ja, ik kan je bijna niet vinden. Je hebt me gewoon keihard gevonden, ja. Ja, dat was een bluff. En waar ga jij dan misschien naar de HBO? Ik Rotterdam? denk Rotterdam, ik weet het zelf nog niet helemaal hoor. Ja. Hoef ik ook nog niet helemaal over na te denken sinds ik ben blijven zitten. Hoe kan je zo snel mikken? Echt waar. Ik ben Ik er zag zo je eruit versteld. komen en ja, ik ging gewoon aimen.
Ja, ik denk ook Rotterdam of Den Haag. Moet je wel met de bus, maar Ja, met wel. openbaar vervoer. Ja, ik zou dan via de metro naar Rotterdam moeten. Dan moet ik nog eerst met de bus naar de metro. Dus voor mij, ja, voor jou denk ik ook een grote omweg. Ja, inderdaad. Nee, ik mis je ook gewoon! Oh, wat? Oh, je bent daar al. Oké, hier komt hij, hè? De 360. Waar ben je dan? Je stond achter mij. Nee, ik ging die box op die kubus. Nou, je hebt drie van de drie rondes gewonnen. Je hebt overduidelijk van mij gewonnen. Maar het was wel leuk. Ja, hartstikke leuk. Wat heb je trouwens voor headset? Ik zag het op je video's, het was een Oh headset. ja, het is een. Ik pak een boekje even bij. Een gaming headset GTX 322 van Trust. Oh, van Trust. Dus. Ja. Ik vind het goed zat, die headset. Ja, ik vond op je video ziet het goed uit. De microfoon is ook goed. Ja, ik had het beter afgesteld, want de eerste paar video's hoorde je echt nog ruis. Maar dat is nu allemaal weg. Waar zit hij nou? Was ook gewoon even aan het typen in de console. Daar ben je. Mijn kogels gingen allemaal over je heen. Ja. Ik heb je doodgemaakt, oké. Jammer dat dit de opwarmronde was. Ja. Ik moet echt een ander geweer pakken. Ik had Als je de AK control pakt. ingedrukt. De AK heeft wel een hele zware recoil, maar het is wel een één schot headshot. Dus als je hem in het hoofd raakt, dan ben ik meteen dood. Ook al heb ik een helm. Ja. Oké, dan weet ik dat. Nou, succes man. Hey, dankjewel. Jij ook. Oké. Je hebt gewoon de eerste ronde meteen. Ja, ik had het ook niet verwacht. Mooie, mooie. Dankjewel. Pak een geweer nou eens. Zo, net op tijd, man. Heb jij mij gezien? Nee hoor. Even heerlijk, volgens mij wel. Jij wel. Volgens mij heeft één kogel jou geraakt. Ja, dat klopt. Je hebt me wel geraakt. Dan ben ik al daar. Alleen daarom ben ik al blij. Dat ik je überhaupt raak, weet je. Hey, Hoe speel je gaaf is nog. dat? Wauw. Speel je nog Age of Zeron? Ik had het op mijn oude computer. Maar die deed het niet, had ik zo'n refund aangevraagd. Dus ik Oh, dat heb is wel jammer. Want het is echt helemaal heel mooi geworden nu. We hebben een Ja. nieuwe map. Ja, misschien ga ik het binnenkort weer kopen. Zo! Ik schrok me helemaal op het pletten van jou. Haha, jammer. Ik wou je Ik laten dacht, schrikken. oh, waar zit je? Ik ga gewoon pranken. En hoe kan dat? Counter-Strike is zo'n spraycontrol, hè? Echt een patroon en dat moet je dan volgen. Oh, ik ben gewond in mijn been. Ik ben echt goed, man. Waar ben jij? Ja, ik zoek jou ook. Echt, GG. GG, man. Ja, was leuk. Ja, was leuk. Zullen we nog iets doen of is het goed zo? Ik moet wel gaan nu. Ja, oké. Wil jij nog iets tegen mijn kijkers zeggen? Ja, subscribe en like deze video. Helemaal mooi, jongen. Ja, heb jij ook een YouTube kanaal of zo?
Nee, heb ik niet. Instagram, Twitter, Facebook, wat dan ook. Nee hoor. Nee, oké. Okay. Nou, abonneer deze. Wauw. Abonneer op Tobof, like deze video. Laat maar in de reacties achter hoe noob ik ben, maar het was wel leuk. En ik zie jullie bij de volgende video. Later!